Ook ik krijg binnenkort mijn vaccinatie en daar kijk ik echt heel erg naar uit. Want ja, corona, dat wil je echt niet. Hoe meer mensen nou beschermd zijn overal ter wereld, hoe veiliger we met z'n allen zijn. En daarbij kunnen we jouw hulp gebruiken. Geef nu op giro555.nl. Dank je wel. Deze week in Nieuwsronde. Het VLC is weer open. Jongeren moeten meer zeggen wat ze met wind en zon willen. Oranje artikelen niet aan te slepen. En uit ons rijke archief de opduwdag in Vinkeveen. Alle middelbare scholen in Nederland zijn afgelopen maandag officieel weer open gegaan. Zo ook het Veenlanden College in Meidrecht. De eerste dag op school was toch wel weer even wennen, want je hebt elkaar toch wel lang niet gezien en zo. Dus het was een beetje opnieuw kennis maken. De faculteit heeft er zin in. Nu zijn ze allemaal weer in het pand. En hoe meer leerlingen, hoe vrolijker we worden. Ik dacht echt van, we kunnen weer eindelijk. En het is wel echt lesgeven weer. Het andere was toch beter dan niks, maar toch anders dan wat ik het leukst vind om te doen. Veel van de docenten zijn jong en dus nog niet ingeënt. Het is wel gek, want het is natuurlijk, ze zijn nog niet gevaccineerd. En je moet wel voor de klas, dus... Aan de ene kant ben ik blij om leerlingen weer te zien. Aan de andere kant snap ik niet zo goed dat ze de maatregelen zo hebben gehouden. Persoonlijk vind ik dat er een betere timing had plaats kunnen vinden om collega's eigenlijk gewoon veel eerder in te enten. Misschien hadden we dan ook eerder open kunnen gaan. En geeft het in ieder geval voor mijn collega's, maar ook voor ouders van leerlingen, een veiliger gevoel. Met een lokale rooster, een aparte trap en overal kannetjes koffie is de school zo veilig mogelijk gemaakt voor de docenten. En de leerlingen, die moeten zich vooral zien te concentreren. Ik heb een HAVO2 mentorklas, nou, die bloeien helemaal op en ze doen het zo ontzettend goed. Maar ik heb ook bovenbouwklassen, nou, die vinden het wat moeilijker als het gaat om weer de sociale contacten. Dat ze wat moeite hebben zich te focussen op de les in plaats van gewoon met elkaar bezig zijn, maar dat... Ja, vind ik niet erg. Ik vind het veel meer waard om gewoon weer iedereen voor mijn neus te hebben. Je kan veel meer aandacht krijgen van de leraar dan online. Want dan is het toch wel moeilijk om echt vragen goed te beantwoorden, denk ik ook, voor de leraren. En het is gewoon weer fijn, lekker op school. Het schooljaar is bijna afgelopen. De vraag is of de heropening nu nog zin heeft. De timing? Ja, daar heb ik wel wat vragen over. Onderwijskundig, maar sociaal-emotioneel snap ik dat kinderen naar school moeten en kunnen. Als iemand in de put zit en het gaat 4 weken mede dankzij het weer, maar opeens wordt het allemaal positiever en leuker en je wordt weer gezien, wereld van verschil. Dus ook al is het maar 4 weken, ben ik echt heel blij dat we dus toch met z'n allen weer even ook gewoon het jaar mogen afsluiten. Het jaar afsluiten is voor de examenleerlingen extra spannend. Donderdag krijgen zij de uitslag. En dan? Feest? Nou ja, of er een examenuitreiking gaat komen is natuurlijk heel erg afhankelijk van of er nog extra verramingen in Nederland komen. Zoals het nu uitziet is het nog heel weinig en dat zou jammer zijn. Want dat feestelijk tintje hebben ze wel allemaal heel erg verdiend na zo'n jaar. Ja. Matthijs van Bemmel was aanwezig bij de inspraakavond Zon en Wind. Hij is voorstander van panelen en molens en vindt dat ook jongeren zich daarover meer moeten gaan uitspreken. Ik ben voor een gezonde combinatie van zon en wind, omdat ik ook voor effectiviteit ben in onze energietransitie. Aangezien dat nou eenmaal is waar ik en veel andere jongeren veel belang bij hebben om op lange termijn een echt effectieve energietransitie in te gaan. Ja, hoe vond je de inspreekavonden? Ik vond het mooi dat er inspreekavonden waren, maar de uitvoer, dat gaf me eigenlijk wel een beetje angst, omdat ik zelf ook wel van de avond waar ik was, veel heb geluisterd naar andere insprekers en dat een heel negatief beeld schetste met veel misinformatie. En ook vooral dat de belangen van mensen niet in het algemeen worden getrokken. Er wordt niet nagedacht over... Wat bijvoorbeeld wij als jongeren ervan vinden. Er wordt puur nagedacht over wat vinden wij als mensen, als oude inwoners ervan, dat ons uitzicht binnenkort bijvoorbeeld weggaat. Maar vooral dus dat er niet wordt gekeken naar de belangen van het hele rondje. En ook omdat er dus niet veel jongeren waren,
die wel vanuit het eigen belang spraken, ja, dat deed me wel verontrusten. Waardoor denk je dat het komt dat het jongeren niet aanspreekt? Ja, ik denk dat deze bijeenkomst, als ik alleen al kijk naar wat het voor mij aan tijd heeft gekost om daar te wachten voor het inspreken, nou, daar was ik denk ik wel 3 uur aan kwijt. Ik bijvoorbeeld had niet verwacht dat ik bijna de eerste had geweest die voor windmolens had gepraat, die voor een combinatie met windmolens had gepraat. En als dat besef er niet in zit, dat de ernst zo hoog zit en dat wij zelf de verandering moeten maken. En als het dus saai op een niet jongvriendelijke manier wordt gebracht, ja, dan is het voor mij eigenlijk wel logisch dat er weinig jongeren aansproken. Waarom vind jij het belangrijk dat er jongeren bij betrokken worden? Ja, in de energietransitie specifiek vind ik het heel belangrijk, omdat simpelweg wij nog een langer leven te leven hebben dan mensen die ouder zijn. En nu wordt er puur gekeken naar de studenten. Je hebt in ieder geval 100 insprekers en 90 van die insprekers zeggen nee. En 10, wat waarschijnlijk nog minder is dan het echt is, zeggen ja, daardoor kunnen we het beter niet doen. Terwijl ik juist denk van ja, nou als die 90 mensen bij elkaar nog maar een klein stukje, dat is gewoon gezegd, een klein stukje leven hebben waarmee ze ermee te maken hebben. Terwijl die 10 sprekers, het gaat over hun hele toekomst. Ja, de populaire mening is dat we niet een klein beetje in kunnen leveren, dan moet die kleine groep maar heel veel in leveren. Nou, dat slaat nergens op. Nou, er waren een heleboel van die insprekers waren verbonden of aan een natuurvereniging of aan een Red de Trein stichting of vereniging. Dat zijn op zich wel verenigingen of stichtingen die zich bezighouden met de lange termijn. Ja, dat ben ik met u eens. Dat het niveau van die inspraken lagen ook wel hoger dan. Dus ook meer individuele inspraken daarentegen. Ik denk daarin dat er nog wel wat bekeken wordt op het probleem voor dat natuur. Ik zelf vind bijvoorbeeld ook natuur heel prachtig en mooi. En ik wil dat ook in mijn toekomst blijft. Maar men moet ook doorhebben dat zonder een energietransitie die natuur er niet gaat zijn. Wat voor gevoel heb je overgehouden aan die avonden over wat het besluit zou kunnen zijn van de gemeenteraad? In eerste instantie, ja, het gevoel van wat het had kunnen zijn, was natuurlijk al negatief. Ik was een van de weinige insprekers die positief tegen het beleid van de gemeente in de energietransitie aankeek. Er was gewoon een gigantisch tegengeluid, dus dat maakte me al oprecht bang dat het reëel zou worden. Dat dus, ja, meestal als vaker gebleken is, dat er gewoon niet inclusief wordt gekeken naar de groep die niet bij die inspraak is. Ondanks dat we echt wel weten dat ze er zijn. We hebben nu een hartstikke mooi plan. Het moet ook echt zo hartstikke snel. We hebben echt een klimaatcrisis. En elke maand telt gewoon. Als we dat dan 10 jaar, 10 hele jaren gaan uitstellen. Nee, dan komt het niet meer goed. Memphis tussendoor, Weghorst en hij heeft, en kijk ook naar de vreugde, zijn doelpunt in het Nederlands elftal te pakken. Leuke dingen om je auto te versieren, oranje honeycombs zijn leuk voor binnen, tenuutje van oranje voor in de auto. Dit kleine magazijn in Meidrecht van eigenaar Marco van Dalen peilt helemaal uit, aan alles is gedacht. Zitten we straks met een biertje, met onze bierhoed. Dat is toch wel makkelijker, al die biertjes dragen door de mensenmassa's. Tja, en daar zegt hij wat. Massa's mensen. Met z'n allen voetbal kijken is er dit jaar niet bij. Toch leidt de verkoop van de oranje spulletjes daar niet onder. We kunnen nauwelijks aan. We pakken dag en nacht in. De vlaggenlijnen en de feestversiering oranje vliegt de deur uit. Dat merken ze ook bij dit bedrijf in Woerden, waar voetbalshirts worden bedrukt. We komen uit de hele corona. We moeten zien hoe zich dat uit gaat pakken. Het is niet een normaal evenement zoals we al 40 jaar doen. Maar het begint nu wel op te lopen. En de winst van gisteren heeft wel geholpen. Want Oranje won gisteren de oefenwedstrijd tegen Georgië. Deze ondernemers zijn blij dat de verkoop in de lift zit. Want de coronacrisis heeft er behoorlijk in gehakt. Ruim een jaar geleden had ik me er helemaal op voorbereid. Ons ingekocht, natuurlijk voldoende oranje spullen op voorraad. En dan gaat het niet door door corona. Dus er viel alles stil. Dus dat was echt een ramp vorig jaar.
Komende zondag speelt Oranje de eerste wedstrijd. En Oranje koorts of niet, soms moet je die gewoon een beetje aanwakkeren. Hoera, aanvallen! Uit ons rijke archief haalden we deze week de opduwdag 2016 in Vinkeveen. Stoom, rook en stampende motoren. De ingrediënten van een dagje spelen met de opduwer. Een opduwer? Wat is dat eigenlijk? Een opduwer is... knopen ze achter een schip aan om het vrachtschip voor te duwen. Het zijn eigenlijk, ja... de voorlopertjes van de sleepboot. Deze boot is van 1938. Er schijnen nog een stuk of 8-9 bootjes nog van te zijn. Ze hebben er 14-15 gemaakt. Dit is een Kleismotor, een Belgische motor. 14 pk, 800 toertjes. Het is een opengewerkt motortje, de klepjes zie je bewegen. Tuimelaars, stotenstangetjes. Dan nog met de hand smeren en de andere die worden via een oliepomp wat alles onder druk gesmeerd, de nieuwere motoren. Dat zijn motortjes van 80 jaar oud. Opduwers werden vooral gebruikt als bijboot bij tjalken en klippers. Eigenaren van grote binnenvaartschepen vonden het vaak te kostbaar om een motor in het schip te plaatsen. Dat kostte alleen maar laadruimte. Als oplossing liet men een klein duwbootje bouwen dat samen met het vrachtschip gebruikt werd. Zogeheten stationaire motoren was ook de haan te zien, een replica van een weglocomotief. U ziet hier een stoomtrekker. En het is een zelfbouwmachine, die heb ik dus helemaal zelf gebouwd. Naar een model van 1907. En deze machine die draait echt op kolen en echt op stoom. Is helemaal zelf gebouwd. Ieder onderdeeltje wat u ziet is handmatig gemaakt. En ja, dan bent u gewoon een 8000 uur verder voor u zo'n apparaatje in elkaar verbriekt hebt. De originele machine die is van 1907. En deze machine die is in 2000 voor het eerst door de keuring heen gegaan. Deze mag op de openbare weg, want ja, niemand zegt dat je op diesel moet rijden. Waar een trekker mag rijden, mag ik met deze machine ook rijden. Dit is een vrij moderne machine voor die tijd. Deze haalt in zijn derde versnelling ongeveer 22 km per uur. Wij gaan met deze machine hoofdzakelijk evenementen af. En we gaan er uiteraard mee op vakantie. Met salonwagen erachter. Want ja, er is niks leukers als rijden met stoom. Opduwers werden gebouwd tussen 1910 en 1940. Nu worden vele van deze scheepjes nog gebruikt voor recreatie. Een dergelijk bootje speelt ook een centrale rol in de jeugdboekenserie De Chameleon. Dit was Nieuwsronde van deze week. Heeft u ook nieuws te melden? Laat het ons weten via redactie@rtvrondevenen.nl. Ik ben gevaccineerd en daardoor voel ik me veilig. Op het continent waar ik geboren ben in Afrika wonen heel veel mensen die niet gevaccineerd zijn omdat ze het niet kunnen betalen. Vandaar deze actie van Giro 555. Geef gul alstublieft.